Goed, de volgende stap gaan we ons boorgat gaan aftekenen. Maar je hebt gemerkt, door het zagen zijn daar een aantal splintertjes aan. Dat is niet zo fijn. Dan kan je er gemakkelijk afdoen met een schuurpapiertje. Ja, zodat die splintertjes u geen pijn doen, terwijl dat we moeten aftekenen. Voilà. En als die splintertjes weg zijn, is dat ook veel prettiger om te werken. We moeten ons boorgat aftekenen. Daarvoor bepalen we nu welke kant van ons blokje onze bovenkant is. Je zorgt dat dat zeker niet het blokje van 3 op 3 is, maar een blokje van 4 op 3. Dus we gaan eigenlijk diagonale lijnen trekken van de ene hoek naar de andere hoek. Een lijn van de ene hoek naar de andere hoek. En nog een lijn van de ene hoek naar de andere hoek. Waar de lijnen elkaar kruisen, daar moet je een gaatje boren van 2 mm doorsnede met kolomboor. Dat gaan we in een ander filmpje bekijken, nu niet. Nu hebben we het afgetekend. Dit is de bovenkant van ons blokje. Volgende dat we moeten doen is onze afgeronde hoeken aftekenen. Daarvoor hebben we de zijkant van ons blokje nodig. Je ziet dat op de technische tekening het boorgat bovenaan ligt. Dus weg van ons wijst. Bij ons zit het boorgat hier. Ja? Het gemakkelijkste is dat je een pijltje naar boven zet aan deze kant en een pijltje naar boven zet aan deze kant. Dat je nooit vergist hoe dat het blokje moet liggen. Ja? Dus een pijltje dat naar het boorgat wijst, een pijltje dat naar het boorgat wijst. Aan beide kanten. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we onze hoekjes, onze afgeronde hoekjes moeten aftekenen. Hoe doen we dat? Heb 10 en 10. 10 centimeter of millimeter? Centimeter. Millimeter. Altijd millimeter op een technische tekening. Ja? Dus we gaan 10 millimeter aftekenen. 10 millimeter, hoeveel centimeter is dat? 1. 1, dankjewel Maas. Goed. Ik teken een streepje op 1. En ik teken opnieuw een streepje op 1. Dus ik teken op mijn hoek 1 centimeter af. En 1 centimeter af. Opnieuw hebben we onze kleine... Let goed op, onze kleine... Wat is dat? Winkelhaak. Winkelhaak nodig, dankjewel Maas. We leggen die weer mooi gelijk, zodat we loodrechte lijnen hebben. We tekenen onze lijn. We leggen hem gelijk dat we loodrechte lijnen hebben. En we tekenen onze lijn. Dan heb je ongeveer een vierkantje van 1 op 1 centimeter. Wat moet je dan doen? Dan moet je een passer nemen. Die passer moet je instellen op hoeveel centimeter? Op 1 centimeter. Dus eigenlijk gaan we die instellen door hem in het hoekje van ons afgetekende vierkantje te zetten. En hem dan mooi gelijk te zetten met de buitenzijde van ons blokje. Ja? Dus we prikken hem in het hoekje en dan draaien we tot hij mooi gelijk komt met de buitenzijde van ons blokje. En dan gaan we eigenlijk de hoek aftekenen hoe dat die moet afgerond worden. En zo zie je dat mijn centimetertjes niet 100% juist zijn. We gaan de volgende hoek eens doen. Dus we gaan 1 centimeter aftekenen. Met potlood. 1 centimeter aftekenen. En dan gaan we hier ook weer 1 centimeter aftekenen. 1 centimeter. Opnieuw gaan we aan de andere kant. Onze hoekjes tekenen. Hebben we ons vierkantje. Opnieuw zetten we onze passer gelijk met het puntje van onze hoek. We zetten onze passer gelijk met de buitenkant van ons blokje. En we tekenen een mooie afgeronde hoek af. Dat doe je aan deze kant
En dat doe je nog een keer aan deze kant ook. Dus je moet het aan de beide kanten doen. Ja? Dus de beide kanten waar je je pijltje hebt opgetekend, daar moet je zo een cirkeltje, een kwart van een cirkeltje op aftekenen.